Als je een foto op internet zet, dan ja, heb je hem natuurlijk staan waar jij wil. Maar je kunt vrij eenvoudig een foto kopiëren en uh, ergens anders weer opnieuw gebruiken. En dat kan ook door mensen gebeuren die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Oftewel, je foto wordt gejat. Kan gebeuren en in principe weet je eigenlijk helemaal niet wanneer dat gebeurt. Tenzij je daar heel doelgericht naar gaat zoeken. En ik ga vandaag even kijken waar deze foto allemaal gebruikt wordt. En dat doe ik via Google. Dus ik open mijn browser en gewoon bij Google en ik klik hierboven op afbeeldingen. Want ik wil gaan zoeken op een bepaalde afbeelding. Je kunt natuurlijk intypen wielrenner. Nou, laten we eens even kijken wat er dan allemaal tevoorschijn komt. Ja, van allerlei foto's behalve de mijne. Nou, je kunt het nog ietsjes verder specificeren. Een jonge wielrenner. En nee, dan zit de mijne er ook niet tussen. Helemaal geen ramp. Zo werkt dat nou eenmaal. Er zijn gewoon veel te veel foto's. Maar je kunt ook zoeken op een specifieke foto en dat doe je door hierboven op het cameraatje te klikken. En als je dat doet heb je twee opties. Je kunt een URL van een afbeelding plakken of je kunt een afbeelding uploaden. En ik ga even voor het laatste. En ik ga op zoek naar mijn foto en die ga ik dan uploaden. Vervolgens komt Google met verschillende dingen. Nou, hij komt ermee aan van hey, dit is een wielrenner, dat herkent hij dan wel. En hij komt met een aantal alternatieven gebaseerd op de kleur. Dus uh, er zit veel rood in het shirt. Nou, de alternatieven zijn ook rood. Maar daaronder staat waar mijn foto allemaal gebruikt is. De onderste drie, dat is gewoon van mijn eigen website. Daar is helemaal niks mis mee. Dat vind ik eigenlijk ook prima. Maar ik zie ook dat die gebruikt wordt op zoom.nl bij een artikel over sportfotografie. Daar ben ik dan wel even nieuwsgierig naar. Want dit artikel heb ik niet zelf geschreven. Dus ik ben benieuwd hoe ze mijn foto dan gebruikt hebben. En op zich klopt dit ook wel. Ik heb deze foto ooit geüpload naar een uh, account wat ik heb bij Zoom. Waar ik helemaal niks meer mee doe. En die foto is daardoor gebruikt bij iemand die dit artikel heeft geschreven. Het zal vast ergens in de voorwaarden staan van Zoom waarmee ik akkoord ben gegaan. Misschien niet. Ik zou me er eigenlijk nog tegen kunnen verzetten. Wie weet waar dat toe leidt. Heeft dat zin? Ja, misschien wel, uh, word ik daar wijzer van? Nee, geen bal. Ik bedoel, laat iemand gewoon die foto gebruiken om, om dit artikel te maken. Daar heb ik op zich helemaal geen problemen mee. Maar zo eenvoudig is het dus om uh, te achterhalen of je foto's door een ander op internet gebruikt worden. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei-doei.